Afgelopen zaterdag is in de Kunstkerk de tot nu toe grootste solo-expositie in Dordrecht van beeldend kunstenaar Gerard Lentink feestelijk geopend. Het openingswoord werd gedaan door Rob Smolders, schrijver, recensent en oud-museumdirecteur van De Wieger voor zo'n 150 aanwezigen. Met de titel Dwars door steden van een oeuvre blikt Lentink in deze tentoonstelling terug op 40 jaar kunstenaarschap in Dordrecht met een dwars door steden van zijn werk. Vanaf zijn academietijd tot het meest recente werk. Vlak voor de officiële opening spraken wij met Gerard Lentink in de nog lege kunstkerk over een van de tentoongestelde beelden. Dat is het beeld De Circassische en dat was een opdrachtwerk van Douwe Egbert Sara Lee. En de enige restrictie was eigenlijk dat het een vrouwspersoon moest worden, omdat Sara Lee een vrouwennaam is. Hè. En het was in de aanloop van de eeuwwisseling dat het concern besloot om een beeld van Henry Moore, de Engelse beeldhouwer, te schenken als millennium gift aan een Amerikaans museum. En de plaats die vrij kwam, daar mocht ik een ontwerp voor maken. En mijn ontwerp is uiteindelijk toen gekozen. En in dat ontwerpproces dacht ik van wat ga ik maken? Een vrouw. En wat ik had die ruimte in kaart gebracht hè, aan de hand van bouwtekeningen. En toen dacht ik van wat kan die vrouw gaan doen? Dus ik begon een beetje af te tasten. En ik dacht van hey, dat vind ik een mooie stand. Dit beeld gaat over tasten. Hè. Dus die tastende vrouw, dat wordt mijn onderwerp. En dat tasten heb ik eigenlijk geïntensiveerd door in het kielzog van deze gevleugelde dame 24 onderarmen te laten hangen aan een hulpconstructie die aan het plafond hangt. En die 24 handen die maken eigenlijk dezelfde beweging als die dame in eerste instantie doet. Sara Lee en Douwe Egberts gingen zelfstandig verder. En dat betekende dat zij hun hoofdkantoor, waar ik dit beeld voor ontworpen had, ook gingen verlaten. En Douwe Egberts bleek de eigenaar te blijven van dit beeld. En ze hebben wel geprobeerd dit beeld op een andere locatie in Brussel of in Amsterdam onder te brengen. Maar daar, de fysieke ruimte voor dit beeld, wat nogal een omvang heeft, ontbrak. En dat betekende uiteindelijk dat het in depot kwam, hè, in de opslag. En ik vond deze tentoonstelling een prachtige aanleiding om dat beeld weer eens boven water te halen. Ja. En het concern wil nu ook dit beeld afstoten, dus het is nu echt beschikbaar geworden voor een museum bijvoorbeeld. De tentoonstelling Dwars door steden van een oeuvre is nog tot 30 november te zien in de Kunstkerk.